Hij ontving 9 Grammys en is de enige jazzmuzikant die de prestigieuze Pulitzer Prize kreeg. Momenteel is hij in Nederland met zijn Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ik heb het over Wynton Marsalis, een van de beroemdste jazzmuzikanten ter wereld. In Marsalis' oeuvre spelen zwarte burgerrechten een belangrijke rol. En hij ziet het als zijn taak om de traditionele jazz levend te houden. Een korte dwarsdoorsnede van zijn carrière. De Amerikaan Wynton Marsalis, een van de beroemdste trompetisten van deze tijd. Hij is net 28 geworden en het bijzondere is dat hij zich zowel in de klassieke muziek als de jazz onderscheidt. En vandaag gebruikt hij zijn vrije dag om les te geven en te spelen op het Rotterdamse conservatorium. I'm in an Indian restaurant, so I'm gonna get some chicken curry. What you have to do is, you go in a restaurant, you check out all the food. Check it out again, check it out again. Then about a fourth or fifth time of checking it out, then you start to know what you like and what you don't like. And this is what you try to do in music as you mature. That way you can develop really strong opinions that's based on knowledge rather than on prejudices.